meneer Van der Biezen er al? Is er? Meneer Van der Biezen er al? Ja, Van der Biezen. Goedenavond, ik ben Van der Biezen. Goedenavond, ik ben Hans van der Tocht. Nou ja, dat kan u ook niet helpen natuurlijk. Nee. Hè? Nee. Mijn naam is Van der Biezen, ja. Ik ben Theo van der Biezen. Ja. Theo van der Biezen. Ja, nou, Theo. Meneer Van der Biezen, ik ga eens eventjes u testen vanavond... om te kijken of u in de toekomst eventueel zo nu en dan mijn programma kan presenteren. Ja, dat is hard nodig, want ik zie eind van de week, daar zie ik u altijd instorten. Ja. Nou, donderdag, vrijdag, denk ik, nou, dat moet vervangen komen. Het zijn zware weken. U kent het spel? Ja, ik kijk elke week. Oh. Elke week kijk ik en ik neem het ook altijd op de video. Oh, ja. En dan haal ik de leukste stukjes haal ik eruit en die spoel ik dan over op een andere band. En die bewaar ik. Oh, dus even een soort videomontage gemaakt voor alle leukste stukjes. Ik heb boekenplanken vol met allemaal banden met de leukste stukjes van het rad. Ik heb zelfs een band meegenomen. Oh, wat aardig. Misschien vind je het leuk om te kijken. Er staan de leukste stukjes op uit het rad. Het lijkt me heel leuk. Het zijn natuurlijk zo vaak ontzettend leuke momenten geweest. Hele leuke momenten. Die ben ik allemaal vergeten. Die ben u kwijt natuurlijk. Zeg, jongens, zouden we dit even kunnen gaan draaien eigenlijk? Dat lijkt me wel leuk. Ja, oké, prima. De leukste nou, stukjes uit het rad, laat maar zien, laat ja, maar eens kijken. Kijken ben reuze, reuze benieuwd, oh, ja. Kijk die bijvoorbeeld, hoor. Die is ook leuk. Ja. Die ziet er ook lekker uit. Ja. Dat is ook een hele leuke. Die. Ja. Die is ook leuk, zie je. Ja, ja. Nou, die zijn allemaal leuk. Ja, leuk. Oh, die is ook heel prettig, hè. Leuk. Ik vind het leukste als het nog wat meer open is. Ja. Het moet wat meer... Oh, kijk, dit worden de leuke. Zie je wel? Dit worden de hele leuke, hè? Ja. Het is een opbouw die in die band zit, hè? Ja, het maar... steeds leuk. Wow! Hoppa! Dat komt maar binnen, hè. Het komt zo recht je huiskamer in allemaal, hè? Het is mij niet dichtbij genoeg komen natuurlijk, dat ziet u wel, hè? Kom, op, pap, 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 pap. Hey, zo heb ik nou, ik heb dus boekenplanken vol. Ik heb in mijn auto heb ik nog een paar banden liggen. Zal ik die erbij halen? Nou, nee, laat u maar zitten. Ik heb allemaal, dus allemaal. Ja, ik vond het wel aardig, maar goed, ik zag mezelf dus niet. Nee, ik heb alleen maar de leukste stukjes heb ik eruit gehaald. Dus dan valt u automatisch af natuurlijk, hè? Dat is logisch. Maar hè? Ik begrijp dus dat u een ontzettende grote fan bent van Leon. Ja, nou, ik ben zeker. Ik vind het alleen jammer dat ze alleen de letters laat zien, hè, Leon. Ja. Dat mag mij nog veel meer laten zien, hoor. Als wij nu eens eventjes van plaats gaan verwisselen, dan gaat u hier staan, ik op sta mijn hier. Plek. Ja. Ja. En ik ga even hier staan. Oh, ja. Dan speel ik gewoon een willekeurige kandidaat. Oh. En u bent dan mij. Ja, ja, natuurlijk, ja. Begrijpt u wel? Ja, ik begrijp het. Oké, nou, voordat we altijd met het spel gaan beginnen... gaan we altijd eerst Leontien voorstellen, hè? Ja. Dat weet u, daar moet... Nou, ik denk dat u daar absoluut geen moeite mee heeft. Dat ken ik uit mijn hoofd. Ja, dames en heren, ze laat natuurlijk weer alle letters aan ons zien. Hier is onze enige echte... Leontien! Wow! Kijk even wat erop. Jongen, dat ziet er wel even prettig uit. Alsjeblieft, het is toch lachelijk. Het valt ook wel even. Het staat ook milde jasje aan. Ja, het ziet er ontzettend echt uit. Maar dat kan ik toch niet. Dat doe ik toch zelf ook niet dat ik dat programma zou presenteren. Gaat u nou gewoon rustig staan? Zo. Ja, ik kan het me wel voorstellen, maar dat is niet de bedoeling. U moet een programma presenteren. Dat u dat programma nog kan presenteren. Ja, zo dat jongen, dat wel even... Zijn we zover? Ja. Wat er allemaal gebeurt. Nou... Moet u horen. Ja. We gaan nu dus verder. We hebben Leontien dus nu gehad. Dat is een duidelijke zaak. Hè? Nou, ik nog niet. Nee. We gaan nu even met de kandidaten praten als we dat gedaan hebben. Natuurlijk. Dus dan gaat u even mij wat vragen. Oh ja? Ja, u gaat nu gewoon vragen, een praatje maken met de kandidaat. Ja, zo van wie bent u en dat soort dingen. Wie bent u? Goedenavond, ik ga even een praatje maken. Wie bent u? Ik ben Annie Buitendijk en ik ben huisvrouw. Ik geloof dat u even in de war bent, hoor. U lijkt helemaal niet op Annie Buitendijk. Ja, maar man, we spelen toch maar wat. We doen alsof. U bent Annie Buitendijk niet. Dus nou, en ik ben Hans van der Tocht niet. Nee, u moet gewoon... U moet gewoon zeggen, dames en heren, hartelijk welkom bij het Rad van Fortuin. Ja, ja. En dan ga je me vragen stellen en dan vraag je wat, wie, hoe, waar, hoe lang, dat soort dingen. Hoe lang ben u al Annie Buitendijk? Dat is toch geen vraag, nee, man. Nee, natuurlijk. Laten we er in godsnaam mee ophouden. Laten we gewoon een spel gaan spelen. We gaan gewoon een spel spelen. Oké, want hier durft helemaal niets van. Daar wordt u nerveus van, natuurlijk. Ja. Nou, je weet dat als we een spel gaan spelen... ga ik altijd even het rad speel klaarleggen. Oh, hoezo? Ligt het toch? Ja, nee, maar ik geef dan altijd even een draai eraan. Dat weet ik niet, want ik heb de video dan al gestopt, natuurlijk. Dus daar kijk je verder niet naar. Gewoon een draaitje. Oké, en daar komt-ie. Hij ligt klaar. Meneer Van der Biezen, het rad moet minimaal
één keer in de rond te gaan. Dus wilt u het wel iets zijn? Het is toch helemaal niks wat u nu doet? Ik geef even wat flinkere draai natuurlijk. Ja. Stop. Totaal belachelijk. Ja, het ging in één keer schoot het hand. Dus, wat is dat nou? Geef maar hier. Ik zal het wel repareren. Ik repareer dat wel naar de hand. Repareert u dat zelf allemaal? Ja, oké. Nou, dit staat dus ook allemaal nergens om. Maar goed, het gras ligt, laten we nou godsnaam gewoon verder gaan. We gaan nu echt met het spel verder. En dan gaat u nu vragen de categorie en hoeveel letters zegt u. En dat staat op een briefje, dat ligt daaronder het desk. Ik heb een briefje. Als het goed is. Ja. En dan gaan we gewoon nu echt beginnen. Goed, Annie. We gaan dus beginnen. En wij zoeken een lichtstoel. En die bestaat uit 8 letters. Want dat kan helemaal niet. Jawel, dat, je lichtstoel. Ja, nee, maar dat moet ik toch proberen uit te vinden, wat het is. Natuurlijk. Ja, maar je zegt nu al het woord lichtstoel. Kijk, een lichtstoel, dat is dus een ding, meneer Van der Biezen. Dus je moet zeggen, we zoeken een ding van 8 letters. Ja, u hebt het meer gedaan natuurlijk. Doe toch anders, ja. Zoeken een ding. Goedenavond, dames en heren, daar zijn we weer. We gaan beginnen met het spel. En wij zoeken een ding van 8 letters. En we spelen voor 600 gulden. Heel goed. Ik wil graag de K van kaart. Hoe kan je nou een K? Want er zit toch geen K in een lichtstoel? Hoe kom je daar bij? Nee, maar dat... Ik kan ook niet even nadenken. Is helemaal doorgedraaid. Weet niet meer waar je K in lichtstoel. Ik weet toch niet dat het lichtstoel is? Dat heb ik toch net gezegd? Dat doet toch alles net alsof? De hele continu draaien we alles op. U doet alsof u van niks weet. Nee, ik weet dat helemaal niet. Dat zal u weinig moeite kosten. Goed te houden. We gaan verder, we blijven. We krijgen nu het volgende woord. Volgende woord. Goed. Brand! Er is brand! Iedereen van de tribune af! Ze staan allemaal hard eruit! Allemaal eruit! Kom op! Meneer Van der Biezen! Hallo! Zitten! Er is geen brand! Zitten! Onzin, kom mee! Maar je hoort toch de sirene? Ja, ik hoor de sirene, maar dat is een teken dat we een... Dat we een versnelde ronde gaan spelen. Dat weet ik allemaal. Ja, dan gaan we het rad draaien en dan mogen de kandidaten niet meer aan het rad zitten. En dan is er een bedrag en dat is hier gekomen. En dan moeten ze gewoon weer medeklinkers noemen en dan gaan we gewoon verder. Dat is altijd als een sirene gaat. Oh, dat weet ik allemaal niet natuurlijk, hè. Niet te geloven. Goed, oké, dan gaan we gewoon. Er is geen brand. Nee, er is geen... Dan gaan we verder. Noemt u maar een letter. De L van Leo. Ja, zit er één keer in. Ja. Weet u het woord? Hoe kan ik nou het woord weten met 1 letter? Je weet dat het ligt. Volgende letter. De T van Theo. De T van Theo zit er 1 keer in. Ja. Ja. Weet u het woord? Lichtstoel. Fout. Maar het was toch lichtstoel? Dat... Nee, het was geen lichtstoel. Nee. Ja, ik zei dat tegen u om u op een dwaalspoor te brengen. Ik ga u natuurlijk niet vertellen wat er op het bord staat. Wat op het bord staat een ander woord. Laten we even zien. Wat is het woord, jongens? Kijk even. Ja, meneer Van der Biezen. Dat kan toch niet? Leontien is toch Leontien? Die is geen ding. Wat zei u? Leontien is geen ding. Dus juist wel, ding. Natuurlijk is Leontien een ding. Hoezo dan? Leontien is een lekker ding. Wow. Kijk even. Word je gek is dat ook, hè? Word je gek is dat ook niet van de dienst, hè? Nou ja, goed. Genoeg gelachen, jongens. Even weer serieus. Even bekje.